Kijken. Dat is een sfeer. Nou, dan hebben we een hele hoop van de spullen langs. Ja. Komen hier allemaal pauze, allemaal achter me. Komen allemaal pauze, ik weet ook niet waarom. Ja, schijnbaar is het praatman of zo. I do not know. Hier gaan de Noren. Die gaan ook gewerkt, die hebben ook gerust. Die komen allemaal rust hier. De marsteam of Dennis, de Deense veteranen, kijk ze nou, dat is bizar. En dan zie je dan zo'n jonge man, dan geen 50, zie je dan als veteranen. Maar ja, zo werkt het tegenwoordig. Als je in dienst hebt gezeten en je bent uitgezonden, zo, dan ben je een veteraan. Ja. Daar hebben ze zo verzonnen, waarom weet ik ook niet. Veel meer van die Zweden. Is het Zweden? Nee. Ja, wel Zweden, toch? Noorwegen weet ik niet, Zweden, toch? Ik moet eigenlijk die Harm Edens, die moet ik eigenlijk hebben van TV Gelderland en zo. En daar hebben we trouwens het televisieprogramma heen van Nederlandse Nieuws of zo. Want die loopt ook al te stoer met het Sustainable Development spaartje. De Harm Edens. Eigenlijk een beetje raar hier. Hier begint de Haterse Hei, maar dat is een bochtje einde van Nijmegen. Oh ja, dat de Haterse Hei is toch. Kijk, en die hebben kut, moet je zien, een kut boeken dat die aan hebben. Die hebben kut leger broeken. Die zijn echt kut, want ja, ik let erop die dingen. Kijk, hier nou, die hebben fatsoenlijke leger broeken hier. Wat is dat dan? Een gele vlag? Ik weet het ook niet. Maar die hebben echt kut leger broeken, dus. Die hebben echt. Ik ga weer een peloton. Yep, daar gaan ze achter. 1, 2, 3. Ja, ik denk dat hier een rustpunt is voor die soldaten. Ik denk dat het bijna is afgelopen, de mensen wat hier betreft. Die moeten dan natuurlijk nog 30, 40 kilometer. En die broeken dan, kijk die broeken. We hebben wel een ritssluiting, dat er wel. En die broek. Ik vind het onhandige boeken, onderkunde openmaken, zie je, maar er is sluiting. Ik weet het niet, ik vind het maar een raar spul, die boeken.